Goedemorgen, het is zaterdag en ik lig lekker in bed. En ik moet heel veel Expeditie Robinson terugkijken. Dus ik ben nu pas bij aflevering 4, volgens mij, of 3. Want ik ga eilandpraat doen donderdag, als ik terugkom van New York. Dus ik heb niet echt tijd om weer helemaal bij te komen. Echt wat ik nu al zie, wat ik echt knap vind, is bijvoorbeeld van Nienke. Dat zij is de enige die zo positief blijft in het kamp. Iedereen, jongen, dit ook. Zij hebben dus gewonnen, dus ze hoeven niks te doen. En die verveling is natuurlijk heel erg, maar... Ik denk dat dat mijn probleem is. Ja, dat wel, als we zo aan de samenspanning gaan, dat is wel heerlijk. Ik vind het niet leuk, ik wil gewoon proeven doen. Ik wil niet hier de hele dag staan te staan zitten. Ja, man. Voel je? Echt, Cardi, ik heb geen geduld. Ik ben een ram, ik wil de hele tijd... Ja, maar ik ben ook een ram en ik heb wel geduld. Ja, precies. Lijkt ik nu de hele tijd een negatieve Nancy? Waarom ben je nou dit programma? Nou ja, anyway, ik snap dat gevoel heel erg. Dat er gewoon mensen die zien echt het glas daar half leeg of half vol. Nou, het is echt weer heel leuk om weer terug te kijken. Weer een heel ander jaar. Dus dat. En ik moet om 1:30 weer trainen. Dus ik doe lekker rustig aan. En in de avond moet mijn teamje van Team Kops moet vechten. Dus ik ga mijn meisje Chrisanne aanmoedigen. Spannend. Ik zit hier dus bij mijn eerste botswedstrijd. Even afkijken en dan gaat ze zelf gaat ze knallen in die ring. Chris moet spelen waarmee ik altijd spar en Rafiek. En nu gaan we met zijn publiek komen hier nog wel eens zitten. Rafi moet ook nog wel. Ja, spannend. Woe! Maak de Chris! Woe! En de winnaar komt uit de Ik moet mijn hele inboedel weer inpakken, want ik ga naar New York. En daar heb ik echt heel veel zin in. Al is het voor één dag. Rob Petroom gaat open in New York en ik ben uitgenodigd. En Anna is daar. En die heb ik ook al heel lang niet gezien. En ik heb zoveel zin om een dag met haar in New York te zijn. Maar het is wel belachelijk dat ik gewoon heen en weer vlieg. Zo, ik kan ook niet meer praten. Dat ik heen en weer vlieg voor één dag. Maar ja, boeien. Het is op Schiphol. Deze dingen staan en je denkt, oh, echt geen zin in. Oh. Dit is echt zo lekker dat ik het eerder heb gedaan. Kijk even hoe leuk. Ik voel me gewoon ineens helemaal in New York. Wat ik ook ben. Goed verhaaltjes. Ik ben zo happy. Ik moet echt opschieten, want Rob en Rochelle zitten mij beneden te wachten. Dus ik ga even snel er wat make-up op doen. Maar kijk, ik reed nu net al langs en ik zag zoiets gaaf dat ik straks jullie ga laten zien. Dat is echt heel cool. Hoe leuk is dit? Wat een feest! Nee, voor mij zie ik het dus al. Het is heel apart. Ik ben Rob namelijk kwijt, maar ik denk dat hij in het salon is. Hallo! Hi! It's me! Hi! Jessie! Hi, nice to meet you! Hi, I'm Liam! Hi, Jessie! This is so cool! How long have you been working on it? Day 4. Is that you? That's me. Ik ben lekker aan het rondlopen en zo leuk hier. Ik kan me gewoon echt niet blijer maken dan gewoon een nieuwe plek ontdekken. Heel leuke winkeltjes. Het is ook warm. Ik ben echt helemaal happy. Ik lig op bed. Ik kan niet echt heel goed praten. Ik heb echt een beetje last van mijn jetlag. Het is hier nu denk ik 9:30 of zo. En ik ben echt super moe, dus ik ging alvast lekker liggen. En dan heb ik morgen nog de hele dag. Dit had mijn handje even nodig, dus ik laat dit nog even lekker intrekken. In de tussentijd ga ik de nieuwe aflevering van Robinson kijken. Heb ik zoveel zin in morgen. Wat een heerlijke stad. Good morning! Ik heb dus deze broek gekocht. Zo'n hele oude Levi's. Ik weet niet, ik was de laatste tijd was ik dus echt helemaal klaar met jeans. Gewoon, ik dacht, ik voelde me niet echt lekker erin. Ik vond het niet echt leuk. Maar deze is weer een beetje anders, dus... En ook super leuk voor de winter, gewoon met een trui of een ding. Dus helemaal blij mee. Anna denk ik ligt nog te slapen, want die kwam echt vannacht heel laat pas hier. Dus ik ga nu alvast naar beneden. Ik ga lekker koffietje drinken. Ik zit even te kijken, want ik moet van Anna sokken lenen, want die ben ik vergeten. En ik heb dus blaren op mijn voeten van gisteren. Dus ik zit even te denken, wat voor schoenen ik nou aan moet doen. Ik heb echt zo lomp mijn koffer ingepakt. Ja, dus ik ga even denken hoe ik dat ga doen. Ik heb heel veel zin in vandaag. En in de avond is het feestje van Ropeto. En Klaartje is hier. En ik heb Romy gisteren al gezien. En allemaal leuke meiden. Dus voor mij wordt het echt een feestje. Dus ik kan niet te gek doen. Maar ja, ik heb er wel echt heel veel zin in. En de box komt natuurlijk ook steeds dichterbij. Dus ik zit hem al een klein beetje te knijpen. Ik ga denk ik vanavond gewoon nog tussendoor versporten. Gewoon hier of zo. Al is het gewoon een paar buiksoefeningen.
Maar donderdag ga ik toch weer helemaal van start. Dus ik denk dat het voor mijn leven ook wel goed is om gewoon even een beetje pauze te hebben. Leuke iPhone! We gaan de make-up in. Haar en make-up. Dat is ook wel nodig. Dat is echt nodig. Wat wil jij voor lookje? Ik heb altijd, als je, dan soms wordt het heel lelijk. Ja? Ja. Maar ik wil wel heftig of zo. Ik heb echt zin in heftig haar. Ja? Heftig. Lekker zwart of zo. Ik wil wel gewoon echt mooie krullen. Ik wil ook krullen. Allebei krullen. Ik wil het Victoria's Secret haar vanavond. En die look ook. Misschien hebben ze wel een matje erbij. Heel veel bronze en glow. Ja, okay. Dat wordt een. Ik word ook blij van jouw make-upje. Ja, oké. Okay. Dat is fijn. Dat was ook wel echt wat nodig. Kijk even wat het uitzicht zo. Zit wel lekker. Ja, goed hè. En we read it. Ja, ik ben heel benieuwd wat je van ervan gaat maken. Oké, okay, ik ga hier tussen. Op staan dan, ja. Ik hou het heerlijk. Hallo jongens, hebben jullie Jessie al gezien? Ik ben er wel. Hebben we ze bezoekt? Oh, daar is ze ook. En daar is ze niet. Doei New York! We zijn nu op de airport, een soort vliegtuig, gewoon de slaapwiel in. Ik probeer gewoon de hele tijd te slapen en dan kom ik morgen vroeg aan. Dan gaan we de dag daar weer beginnen. New York was zo leuk en echt bizar die avond. Echt heel gek. Ik ben een beetje aan het stressen. Beetje heel erg. Ik ben thuis. Ik ga zo weer boksen. Ik heb echt het idee dat ik nog niet eens mijn arm omhoog kan houden. Want ik heb echt mega jetlag. Ik moet echt even. Het is alleen maar goed dat ik ga sporten. Want ik zit nu helemaal in mijn hoofd van. Oh mijn god. En Jess, heb je dat moeten doen? En had je wel naar New York moeten gaan? Had je er niet beter voor na kunnen denken? Ja, maar je hangt wel weer op een soort billboard in New York. Moest je dat dan laten gaan? Maar ja, had je dan misschien toch rustig aan moeten doen? Of wel meer moeten gaan sporten? Anyway, it's not helping me. Dus wat ik ga doen? Ik knal er gewoon een aantal vitaminepillen in. Ik neem gewoon 3 onions. Dan gaan we het gewoon doen. En dit is even mijn pep talk. Dat ik het even hardop zeg. Ik hoef me nergens druk om te maken. Ik heb mega hard getraind. Ik ben nu gewoon sporten. En waarschijnlijk ben ik alleen maar die jetlag kwijt. Oké, zo gaan we het gewoon doen. Morgen hoor ik trouwens tegen wie ik moet. En komen ze filmen. Dus ik heb vandaag nog te zorgen dat ik, die jetlag eruit heb gemapt. Even bij te denken. En dan komen ze morgen filmen. En dan weet ik eindelijk tegen wie ik moet en wanneer. En dan, echt lieve engelen, als jullie mij horen. Alsjeblieft, zet mij niet op de eerste aflevering. Nou, en voor mijn tegenstanders die kijken. Dit is gewoon een momentopname die ik expres opneem. Zodat jullie nu denken, oh die Jessie die hebben we echt heel makkelijk. Weet je wel, die geef ik eens dat is licht. Maar nee, iedereen is wel eens onzeker. Iedereen voelt zich wel eens even kut. En denk je, waar de fuck ben ik eigenlijk aan begonnen? En zo'n momentje heb ik nu gewoon. En ik moet er maar gewoon om lachen. En ja, het is wat het is. Cheers. Ik heb iets leks vandaag. Wat? Ik ben weer in mijn Robinson avontuur gedoken. Ik zit bij Eilandpraat vandaag en ik heb met haar make-up gedaan. Superleuk, helemaal blij. Dus hier staat hij al op. Straks als we klaar zijn, dan gaan we beginnen. Ik kan of Jessie Jess vuist. Jessie fist vuik. Of de jab jab jazz. Ik denk wat het moet zijn, maar... We zitten te denken of we gaan een soort van... We gaan fancy. Dus we hebben dan echt gewoon de jazz machine. Of gewoon iets cools. Dat je een soort van fancy, of het is een beetje humor. Of het is gewoon heel echt Nederlands en lomp. Jessie jab. Nee, Jessie jazz vuist. De jab jab jazz. Nou, Kai die heeft het ook weer helemaal niet begrepen. Hier, help me find the coolest, most scary, dangerous boxing name that also fits me. I have no clue. En dan komt Kai typetjes. Geef mij nu je hand van Guus Meeuwis. Als ze dan hun hand uitsteken, laat ze gelijk hun dekking zakken en dan een volle okernoot recht op die kaak. Ja. Ja.
Volgens mij bedoelt hij een liedje of zo. Thanks, guy. For help. Jessie kick ass. Jess kick ass. Oh. Jess kick ass. Jeroen Huis. Oh, Jessoka. Van Bazooka. Jessoka. Jessoka. Bazooka. Jessoka. Ik snap je, Michiel. Hello Kitty. She's back. Zo voel ik me echt. Ik heb geslapen tot 00:30. Dus dat was denk ik mijn jetlag die er nog even uitkwam. Ik heb net mijn laptop weg. En ik ga nu naar Repeto. Again. Om mijn haar in te vlechten. Want vandaag, jongens, is de dag eindelijk aangebroken. En ik heb een lichte paniek de hele godgodselijke dag. Omdat ik eindelijk te horen krijg wie ik moet boksen. En wanneer. Dus het kan zomaar zijn. Want het is vandaag 19 oktober. Tot het op 31 oktober is. Dat is vrij snel. Die gedachte maakt me helemaal gek. Maar I got this. Ik ben gewoon de hele dag tegen mezelf aan zeggen. Jessie, you're fucking best. You can do it. Ik heb allemaal positieve mantra's in mijn hoofd. Ik ga al mijn healer vriendinnen opzoeken. Ik ga echt het onderste uit de kant van mezelf halen. Maar in ieder geval ben ik gewoon blij dat ik jetlag af ben. En helemaal goed voel. En gewoon ready ben voor vanavond. Ja, we gaan het meemaken. Vorige keer, de eerste keer moest ik huilen. Dus het wordt waarschijnlijk ook zo'n hele dramatisch begin van toen Jessie begon. En dan zie je mij helemaal huilen. Oh, ik wil niet meer. En dan zie je nu zo. En Chris is er niet, dus die is er niet om mij helemaal in elkaar te slaan. Dat denk ik wel goed uitkomt voor vanavond. Ja, ik moet echt stoppen met koffie drinken, want ik krijg echt een hardloop wel anders. Hey jongens, ik kom net van Maaike's verjaardag vandaan. Ik hou zo extreem veel van haar. Echt. Dat vind ik zo bijzonder. Er waren dus twee meiden. Die vertelden dus dat ze door de video die ik had gemaakt of in een beauty retreat ook waren gegaan. En hoe het hun leven nu al heeft veranderd. En dat ze zo blij waren dat ik het heb gedeeld. En daardoor kregen ze een heel goed gevoel erbij. En wouden ze echt, moesten en zouden ze er naartoe gaan. Ik loop gewoon echt over van liefde. En ze hebben me zoveel mooie complimenten gegeven. Ook over YouTube. En ik moet zeggen, soms heb ik er echt nog wel moeite mee hoe ik dit allemaal moet indelen. En wat wel delen. Vinden mensen het echt wel leuk om naar te kijken. En ja, het is best wel, houd je wel aan het denken, dat hele jezelf filmen. Ja, ik moet gewoon echt tegen jullie zeggen, dankjewel dat jullie mij volgen. In die zin dat jullie me steunen. Dat ik mijn verschil op een manier kan maken en jullie kan inspireren om bepaalde keuzes te maken. En in ieder geval, dankjewel jullie. Ja, ik weet niet eens eigenlijk wat ik moet zeggen, maar ik loop gewoon echt over van liefde. Maar ik ben totaal niet een guru of whatever en dat zou ik ook nooit worden. Maar ik ben gewoon zo blij dat hetgeen wat ik altijd heb gewild, dat dat nu uitkomt. En dat is gewoon, mensen helpen of zo. God, het klinkt ook allemaal zo kut als je het hardop zegt. Maar het maakt geen reet uit. Ik word er gewoon echt super blij van. En ik hou van jullie. Dit is Chrisanne, jongen. Ik heb haar nog nooit in al die twee maanden dat ik hier train met Chris met dezelfde sokken gezien. Maar deze, dit zijn wel de met ook wat met Bambi. Bambi en dit is ook zo schijn. En ik denk, ach, wat een schattig meisje met van die schattige sokjes. Doet lekker de haarle vlecht. Nee hoor, deze vrouw die maakt iedereen dood. Jij ook. Wij. En wat ik het bizar ook vind, dat ik gewoon een vriendin heb die mij gewoon iedere dag in elkaar slaat en waar ik gewoon van ga houden. Dat is toch bizar? Mm. Dat lijkt een beetje een soort SM-relatie of zo. Dat is niet gezond, hè? Anna, kijk eens wie we daar hebben. Ze hebben die andere SM'er. Ik zou net te vertellen dat ik het zo bizar vind dat ik gewoon van iemand ben gaan houden die me gewoon altijd in elkaar slaat. Zoals Chris, ja. Oh, er zit wel iemand in de sauna daar. Dat iemand... zie je in de motorbillet. Vlog staat. Dit is de brief. De envelop waar mijn eerste tegenstander in staat. En dat is... Laura Ponticorvo! Woehoe! Nou Laura, ik kan je wel echt vertellen, de eerste keer dat ik deze envelop zag, schrok ik me eigenlijk de pleuris. Want echt een gevaarlijke blik ook deze meid. Check even. Goeie wenkbrauwen. Het is echt van, ik eet je op. Ja, dus ik was best wel geschrokken eigenlijk. Ik dacht echt van, fucking hell. Ik had haar altijd in mijn hoofd als een van de beste op de een of andere manier. En ik ben echt twee maanden bezig, dus ik dacht echt van, ja, hallo. Lekker eerlijk dit. Ja, Laura, ik weet niet, ik ben er wel klaar voor. Ik ben helemaal niet meer aan het stressen. Ik heb het gewoon volledig losgelaten. Ik ben gewoon helemaal 100% in mijn eigen kracht aan het geloven. Dat is denk ik gewoon het enige wat je kan doen.
Dan heb ik er aan om nu te stressen en te denken, oh, Laura heeft al 2 wedstrijden gespeeld. Ik had namelijk op internet gevonden, al voordat ik mee zou doen, dat Sever Free Girl eerder heeft gebokst. 5 jaar geleden dan wel, maar alsnog dacht ik, ja, als die meid iedere week nog even een bokslesje pakt, dan kan ze wel eens heel goed zijn. Nou zegt ze dat dat niet het geval is, dus daar ga ik gewoon vanuit. En anders, ik heb gewoon voorgenomen, maakt niet uit wie er tegenover me staat. Ik weet wat ik kan. Ik heb zo hard getraind. En met alles wat er in mijn leven aan de hand was, is het me gewoon geluk. En dat alleen al is een overwinning. Want ik ga er gewoon vol 130.000% in. En als het niet lukt, dan kan ik mezelf altijd in de spiegel aankijken en zeggen, Jess, je hebt alles gedaan wat je kon doen. Maar ik heb een goed gevoel over. Maar ik vind Laura echt een toffe chick. Was nog Laura. I like you. Maar er kan maar 1 winnaar zijn. Dat ben ik. Doei. Jij ja, nu even nog genoeg beeld. Nu ziet er nog grappig uit. Die lijkt een soort van licht komt uit je derde oog. Ja, anyway, dit is Bart. Oh, wauw. Ik zie nu pas op make-up. En Bart heeft magische handen. Dus we zijn lekker gaan knutselen. Van Duits komen. Ik vind het een beetje Destiny's Child. Lekker. Toch een beetje. We kunnen ook binnenkomen en dan moet ik niet even. Met haar zo, vind ik niet. Dat is toch net als die geld. Dus omkleden. Ja, oké, doei. Doei. Wij zijn er. Ja, een beetje. Ik weet niet, het is toch altijd weer zo'n. Straks gaan ze me iets hele rare dingen vragen. Dan zeg je niet iets heel geks. Ja, suf. Ben ik de sleutel van de auto gegeten, want die zat niet aan mijn tros. Dus ik moest heen en weer, dus naar iets later ben. Maar ik ben er met een kwartiertje ongeveer. Excuus, 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 tot zo. Ja, fix toch. Sorry Veerle, love you. Oeh, uiteindelijk is het gewoon een sport, weet je. Als je hockeyt, geef je elkaar ook een handje voordat je gaat hockeyen. Toch? Dat is een hele rare vergelijking. Kijkers. Nee, die kunnen mij ook niet helpen, want als jullie dit zien, dan is dit moment er voorbij. Ik denk, ik ga er gewoon een knuffel geven. Dat is wie ik ben. En straks in die ring, ja, dan is het zijn fik. Voor nu kunnen we toch nog wel gewoon normaal met elkaar omgaan. Als er een van ons wint, dan drinken we daar nog gewoon een wijntje. Nou, wat een goede wedstrijd, Laura. En los daarvan heb ik ook wel echt respect voor haar. Want ik vind wel, zij heeft zoveel op haar dak gehad. Ladies and gentlemen. Oh, dit nummer, had je het niet zien aankomen? Nee, toch? Nee. Out of the box, zo daar zijn wij. Ladies and gentlemen. De eerste aflevering, dat zullen de volgende partijen zijn. Uw handen op elkaar voor Jessie, Jess, Kickers, Jess, Fuik tegen Laura Rocks, Ponticorvo. Een natte sport-BH van gisteren. Alles in de was zit. Mijn schoen. 1 of 2? En mijn handschoen. Ook gewoon 1. Ja. Lekker. We gaan vandaag op de linker jab focussen. Dus daarom heb ik maar 1 handschoen nodig. Nee, en soms ga je alles is vies. Alles zit gewoon in de was. Even snel koffietje erbij. Ja, even snel. Wat kunnen we er weer tegenaan? Oh. Had je het nodig? Ja,